Wij zijn de onderhandelingen over dit akkoord begonnen met het motto: we doen het goed of we doen het niet. En ik denk dat het akkoord dat wij vandaag samen presenteren daaraan voldoet. Het akkoord heeft titel Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst. En dat spreekt mij enorm aan en mijn collega's ook. Want hieruit spreekt een serieuze ambitie, een sociaal gevoel en een blik op de toekomst. Een progressieve blik. En toch ook hoort u ook van mij vandaag geen woorden van trots of tevredenheid. Deze coalitie moet met bescheidenheid en gepast realisme elke dag weer werken aan vooruitgang, aan samenwerking, aan het overbruggen van verschillen. Er is ontzettend veel te doen, zeker in tijden van corona, maar ook denkend aan de periode die nog komt met corona. Maar we hebben ambitie. We hebben de ambitie om te voldoen aan de 1,5 graden doelstelling van Parijs. Een ontzettend belangrijke. We nemen concrete maatregelen voor 60% CO2-reductie in 2030. We gaan naar klimaatneutraliteit in 2050. Dat doen we op allerlei manieren. Met groene belastingen, maar ook met enorme investeringen in hernieuwbare energie. En door taboes te slechten op rekeningrijden en ook op kernenergie. We hebben een grote ambitie voor Europa. We willen ook weer leidend zijn en een positieve rol spelen waar we kunnen. We willen de Europese Unie verdiepen en hervormen voor onze welvaart en voor onze veiligheid. Voor mij persoonlijk is die open blik naar de wereld essentieel. Het sociale gevoel van dit akkoord spreekt uit de vastberadenheid om 100.000 huizen per jaar te bouwen, waarvan 2/3 voor lage en middeninkomens. Maar het zal u niet verbazen dat voor mij het meest spreekt uit de grote ambitie voor het onderwijs. In al zijn facetten. Kinderen krijgen gelijke toegang tot sport, muziek en bijles. Leraren op basisscholen gaan evenveel verdienen voor hun belangrijke verdiensten als leraren op de middelbare school. En studenten krijgen weer een basisbeurs. We investeren in onderwijs en wetenschap. Ook dus de toekomst van ons land. Want alle investeringen die dit kabinet zal doen, zullen onderwijs en ook kinderopvang grootse investeringen vragen. Maar ook hebben deze partijen een indringende gesprekken gevoerd over het wezen en de identiteit van Nederland. Wie zijn wij allemaal? Wat voor land willen we zijn? Wat voor land willen we doorgeven? Wie hoort erbij? Hier blijkt ook de toekomstblik van dit akkoord. Voor mij is dit een progressieve inzet. Deze coalitie zal opstaan en blijven opstaan tegen racisme en discriminatie. Tegen vrouwenhaat, antisemitisme, moslimhaat. Tegen de beschadigende retoriek en voor emancipatie. Voor de kansen van ieder kind om zich te ontplooien. Ieder mens om zich te ontplooien en gelukkig te worden. We doen het voor alle Nederlanders. Gewoon of ongewoon. En voor een ieder wiens vertrouwen in overheid en politiek de afgelopen jaren is geschonden. En ongetwijfeld zullen velen wijzen en terecht op de hele moeizame start van deze coalitie. Dat delen wij allen. En daarom ook van mij geen voldane woorden vandaag. Het is pas de start. En ik sta hier met een hele ouderwetse Hollandse nuchterheid. Laten we aan de slag gaan. Laten we elkaar zien te vinden in de kracht van de ideeën. Met alle partijen waar zij willen. En het is een open uitnodiging voor hen om onze ideeën die op tafel liggen te verbeteren. Maar laten we dit vooral samen doen voor het land. Want het heeft al lang genoeg geduurd.